Nou ja, die zussen zitten dus in een dorp. En ze verlangen naar liefde en ze willen van alles. Ze willen de wereld veranderen en ze willen groot en meeslepend en ze doen niks. De zus die ik speel is ook nog eens heel ongelukkig getrouwd. Ongelukkig in haar huwelijk. Ja. Ik begin in oktober met de drie zusters van Tsjechov. Volgens mij het mooiste stuk van Tsjechov. In een topbezetting met Ariane Schluter en met Aniek Vijver en Katje Herbers. Daar vroeg ik me heel erg op. Nee, ik zou je zeggen wat ik dacht toen ik hoorde dat ik dit stuk ging spelen. Ik vind het nog steeds fantastisch, omdat ik Tsjechov echt geweldig vind. Het is zo zeggen wat niet belangrijk is, om juist aan te tonen wat belangrijk is. Het is zo echt. Ik zou eigenlijk alleen maar Tsjechov willen doen. Liever dan Shakespeare eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Niet dat dat nu een vraag is. Of ik liever Shakespeare doe of Tsjechov. Maar als me dat nu gevraagd zou worden, zou ik liever Tsjechov doen. Mijn hele leven. Prachtige voorstelling. Met heel spectaculair decor. Tse Boermans gaat het regisseren. Met Aniek Vijver en Katje Herbers als mijn zussen. En ik ben de oudste zus en zij inmiddels de jongste. Dus alleen al voor die drie dames moet je naar de Schouwburg. Dat kan niet missen.